de zoon van de woordbouwer hoofdstuk 11 een nieuw huis voor kleine woord kleine woord legde vermoeid de laatste meters af die hem scheiden van de plaats waar heer juriaan zijn vrouw moira en avelinde in gezelschap van schoonheid op hem stonden te wachten ze hadden hem al van ver zien aankomen en waren bij elkaar op de veranda gaan staan. Toen kleine woord beneden aan de trap stond, aarzelde hij even. Ik ben in de bergen geweest, zei hij zacht. En ik heb de stem van de kluizenaar gehoord. Maar ik ben terug. Mag ik weer binnenkomen? het leek of hij jaren ouder was geworden toch was hij nog geen hele week in de bergen geweest schoonheid staarde vol verbazing naar het uiterlijk van kleine woord ze had niet verwacht dat er zo'n verandering zou plaatsvinden vooral de ogen van kleine woord waren veranderd er scheen een diep donker licht in, en er lag een glans van wijsheid over zijn gezicht. Heer Jurjaan zei niets, hij strekte slechts zijn hand uit en wees kleine woord naar boven te komen. Mara wilde snel de treden van de trap afdalen om kleine woord te helpen. In haar blauwe ogen blonken tranen. Zo ongerust was zij geweest over het vertrek en uitblijven van de jongen, die zij als een zoon was gaan beschouwen. Maar heer Jurjaan hield zijn vrouw tegen toen zij naar beneden wilde gaan. Fluisterend zei hij: Laat hem zelf naar boven komen, Mara. Laat, laat het hem zelf maar doen. Hij kan het. Ik geloof dat wij hem nu niet moeten helpen. Hij is een man geworden. Hij heeft iets gezien en gedaan dat niemand in liefdeland ooit heeft aangedurfd. Laat hem zelf komen. Maar toen hij kleine woord nogmaals wenkte, kon Avelinde zich niet meer beheersen. Ze vloog als de wind de treden af en rende op Kleine Woord toe, die haar in zijn armen opving. Avelinde verborg snikkend haar hoofd tegen zijn schouder en Kleine Woord streek haar zacht over het haar. De glans in zijn ogen werd nog dieper. Naar boven kijkend, naar de ouders van Avelinde zag hij dat heer Jurjaan glimlachend met het hoofd knikte en naar zijn vrouw keek. Toen glimlachte de kleine woord ook. Hij liep arm in arm met Avelinde de trap van de veranda op. Op zijn gezicht was de overwinning te lezen die hij behaald had. Bovengekomen liet hij Avelinde los... En knielde voor heer Jurjaan neer. Hij boog het hoofd en zei: Alsjeblieft, heer Jurjaan, verleen mij toestemming om met uw dochter te trouwen. Ik ben terug en ik heb begrepen dat liefde voor de anderen hier beneden het belangrijkste is. Ik zal hier blijven en nooit meer de bergen overtrekken tot het ogenblik waarop ik voor goed afscheid moet nemen. Heer Jurriaan keek naar zijn vrouw en in zijn ogen blonken nu ook tranen. Zacht legde hij zijn hand op het hoofd van kleine woord. Het is goed, kleine woord, zei hij. Jij bent degene die met mijn dochter zal trouwen. Sta op en kom mee naar binnen, dan kun je ons vertellen wat je daar boven in de bergen van stilte hebt meegemaakt. Heer Jurjaan en Kleine Woord hadden die avond een lang gesprek, maar daarvoor had Kleine Woord aan de boer en zijn vrouw. Terwijl Avelinde hem met schitterende ogen zat aan te kijken, en schoonheid op zijn schouder zat mee te luisteren. Het verhaal van zijn ervaringen in de bergen van stilte verteld. En zo besloot hij zijn verslag over de wederwaardigheden. Ben ik nu weer terug met mijn nieuwe naam. Er is nog één letter. Die ik moet ontdekken. Ik heb alleen de letter L nog over. Ik heb een klein vermoeden dat ik ook het woord dat bij deze letter hoort al weet. Maar ik zal rustig wachten tot de letter zichzelf zichtbaar maakt. Pas op dat moment zal ik ook mijn nieuwe naam aannemen. Heer Juryaan knikte: Ik geloof dat je daar wijs aan doet, zei hij. Je moet de dingen niet overhaasten. Dit soort zaken moet je niet dwingen. Hij zweeg even en vervolgde toen: Maar we moeten het nog over wat anders hebben, kleine woord. Jij hebt mij gevraagd. Om met mijn dochter Avelinde te mogen trouwen. Ik heb je mijn toestemming gegeven. Het lijkt mij het beste dat je dan maar met Avelinde trouwt op de eerste blijdag in het volgende groeikwartaal. Dat is dus over twee kwartalen, want wij zitten nu op het einde van het leefkwartaal. Wij hebben dan ook de tijd om een huis voor je te bouwen op mijn grond. We zullen het bouwen aan de oever van de mascuul. Ik geef je mijn dochter. Ik geef mijn dochter een goede bruidschat mee. En de tijd die je rest voordat je trouwt, kun jij gebruiken om te proberen een aanstelling als leraar der letters te krijgen aan een van de scholen in Damoer. Ik zal zelf aan de Raad van Damoer, de veertig oude mannen, vragen je aanstelling zo snel mogelijk voor elkaar te brengen. In die tussentijd kun je dan een boek of een verhaal, zoals je wilt, schrijven over alles wat je hebt meegemaakt tijdens je reis. Dat zal de beste aanbeveling zijn die je je maar kunt wensen. Kleine woord knikte. Dat zal ik doen, zei hij. Ik zal uw raad opvolgen. Hij dacht een ogenblik na en zei toen: het verhaal zal alleen nog geen einde hebben. Heer Jurian schudde het hoofd en keek kleine woord aan. Dat is niet zo erg, zei hij. Iedereen zal begrijpen dat aan een boek waarin je je eigen leven beschrijft, pas echt een einde is gekomen op het moment dat jij er zelf niet meer zult zijn. Kleine woord schreef aan zijn boek. Tot diep in de nacht zag men achter een van de ramen van de grote boerderij, een lamp branden waar hij zat te werken. Overdag hoede hij weer de schapen en de koeien van heer Jurjaan, zoals hij eerder had gedaan. Toen zijn boek klaar was, bracht hij het samen met heer Jurjaan naar de Raad van Damoer. De, de veertig oude mannen vonden het. Prachtig! Veel van wat, in, van wat er in het boek stond, konden zij gebruiken om de dingen die in het zwarte boek ter onbegrijpelijkheden stonden, duidelijker te maken voor de bewoners van Liefdeland. Er was dan ook direct overeenstemming toen de vraag ter tafel kwam, kleine woord, een aanstelling te geven op een van de letterscholen van Liefdeland. Heer Jurriaan schudde Kleine Woord hartelijk de hand... toen hij hoorde dat Kleine Woord nu leraar der letters was geworden. Je hebt het bereikt, mijn jongen, zei hij. Je hebt er veel voor moeten meemaken, maar tenslotte... Heb je toch je einddoel bereikt? Kleine woord zei niets terug. Hij dacht aan het kistje dat op de plank in zijn kamer stond, het kistje waarin tien zwarte letters en één zilveren zaten. Het huis waarin kleine woord en Avelinde het huis waarin Kleine Woord en Avelinde zouden gaan wonen, was gereed aan het einde van het slaapkwartaal. Met een gevoel van trots, liep Kleine Woord door de kamers. Hij dacht aan het huisje van de woordbouwer. Hij herinnerde zich dat deze eens tegen hem had gezegd dat het niets voor hem zou zijn, te leven op mooie kleden, dat hij nog liever op de kale vloer zou slapen. Daarom was er één kamer in het huis ingericht, zoals het huis van de woordbouwer in Betonstad. Er stond zelfs een kast die als twee druppels water leek op die waarin de woordbouwer vroeger het kistje met de letters had bewaard. Het raam van de kamer zag uit op de rivier de mascuul. In de verte waren de toppen van de bergen van stilte te zien, waar elke avond de zon onderging in een baaierd van vuur en wolken. Telkens als kleine woord naar de hoge kammen keek, Herinnerde hij zich de gebeurtenissen zoals die in de bergen hadden plaatsgevonden? En uit die herinnering putte hij de inspira, inspiratie om verder te werken, wetend dat wat hij deed goed was en tot geluk diende van de anderen. De bruiloft van Kleine Woord en Avelinde werd een feest waarover men jaren later nog praatte in Liefdeland. Er waren meer dan 400 mensen uitgenodigd, 200 rijken en 200 armen. Ze zaten door elkaar. Allemaal kwamen ze Kleine Woord en zijn vrouw gelukwensen en cadeaus aanbieden. Dingen die ze zelf hadden gemaakt, prachtige beeldjes uit hout gesneden, wonderlijke schilderijen en nog veel meer mooie dingen. Kleine Woord zat in het gezelschap van Avelinde en haar ouders aan het hoofd van de tegen elkaar geschoven tafels. Schoonheid zat op de rugleuning van de stoel waarin Avelinde zat en wedijverde in witheid met de bruidsjapon die Avelinde aan had en waarvan iedereen zei, vooral de vrouwen onder de bezoekers, dat ze nog nooit zoiets moois hadden gezien. Verder was er volop te eten en te drinken. De heerlijkste zaken waren er op tafels uitgestald, op de grote weide achter de boerderij van Heer Jurjaan. Maar toch het allermooiste kwam smiddags. Het was een geweldige optocht die rond de boerderij trok. De liefdelanders hadden werkelijk kosten nog moeite gespaard om er iets prachtigs van te maken. De mensen hadden zich allemaal verkleed volgens de gebeurtenissen die Kleine Woord in zijn boek had beschreven. Iedereen die aanwezig was op de bruiloft waande zich tussen de steenlanders die onder leiding van Haneid aan het begin van de stoet liepen. Er was een grote groep als bomen verkleede figuren met wilde winget in hun midden. De oude wieder was er weer die met een kar met witte ronde, de oude was er weer die een kar met witte, ronde stenen achter zich aantrok. Een grote groep paletanen trok voorbij in allerlei kleuren. Toen kwam er een grote reus, die als twee druppels water op de knokker leek. En natuurlijk ook de hebzuchtige dwerg met zijn zweep, de zeven gevangenen, soldaten uit Defendria en Aggressorium, hun leiders, Laflaf -Laf en Moedmoed, -Moed, koning Palet in een grote draagstoel, de Slabber, de Wieren, en Heer Ulva, die door twee kleine liefdelanders steeds nat werd gehouden met Emmers water, het moeraspaard en nog veel meer. Kleine Woort en Avelinde keken hun ogen uit naar al dat moois. Toen het was afgelopen. Bedankte hij hen allen hartelijk voor hun medewerking. Daarna ging het feest door, onder vrolijk zingen en dansen, dat de hele nacht en de daaropvolgende dag duurde. Pas pas toen verdwenen de laatste gasten en kon, de, kon kleine woord. Zijn bruid Avelinde over de drempel van zijn nieuwe huis dragen.